haar zit wel. Ik lijk net oranje. Hello, I'm Joy the Ginger. Hoi, je hebt je ingeschreven voor de opleiding. Je hebt je studiekeuzecheck gedaan en je hebt een advies gekregen. En wat is nu de volgende stap? Vandaag bespreek ik met jullie het HVA stappenplan. Ik bespreek een aantal punten die je moet doen voordat je studie begint. En dan ben je straks helemaal voorbereid op je studie. Dat is even mooi. Dat is zeker heel erg mooi. Stap 1. Regel de betaling van je collegegeld. Vanaf 15 mei kan je je collegegeldbetalingen regelen. Je kan dit bedrag in één keer betalen. Je kan het in termijnen betalen. Er zijn nog wat meer mogelijkheden. Maar zorg er in ieder geval voor dat je dit hebt geregeld voor 1 september. Stap 2. Vraag je collegekaart aan en activeer hem. Als je op de HVA studeert, is het super handig om een collegekaart te hebben. Want je hebt hem voor allemaal verschillende dingen nodig. Zoals printen, koffie en ook vaak bij tentamens. Dat is best wel handig soort van. Dit kan je doen op mijnhvapas.nl. En daar kan je gewoon je collegekaart regelen en fixen en dat soort. Vet handig, dus ik zou dat zo snel mogelijk ook doen. Stap 3. Bereid je voor op je studie. Alles wat voor toepassing is op jouw studie kan je vinden op het Start Studiejaar pagina van jouw opleiding. Wow, ingewikkelde zin. Kortom, ga naar het linkje in het i'tje en dan word je daar naartoe gelinkt en dan moet je even jouw opleiding aanklikken en dan krijg je daar alles wat je moet weten voordat je studiejaar start. Maar ook dingen zoals klasseindeling en boeken en roosters en dat soort dingen. Dus allemaal praktische zaken die je wel echt wil weten, want anders mis je best wel wat. Ja, dus ik zou even kijken. Ja. Stap 4. Doe mee aan jouw introductie. En dan kan je bijvoorbeeld mee naar een introductieweek. Dan ga je dus een weekje ergens, of in Amsterdam of ergens anders. Dat ligt heel erg per opleiding. En dan ga je daar allemaal leuke activiteiten doen. Lekker dansjes doen in de avond met wat drankjes. En zo leer je allemaal nieuwe studenten kennen en die dezelfde studie gaan doen. Dus misschien kom je daar wel bij hun in de klas. En dat is dan leuk, want dan heb je aanspraak op de eerste dag. En dan voel je je vet cool. Swag, swag. En als het goed is, staat dit ook op je startstudiepagina. Jaar van je studie. Oh, dit is echt verschrikkelijk, deze zin. God. Dus, als je deze 4 stappen nog uitvoert nadat je hebt ingeschreven, dan moet het wel goed komen. En wat je ook nog altijd kan doen, is de HVA volgen op de socials, namelijk de HVA Snapchat, de HVA... HVA. De HVA Instagram, de HVA Facebook, de HVA LinkedIn. De HVA is overal, de HVA op YouTube, hey. Wow. Hoor je dat? Dat was onweer. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, want ik moet nog boodschappen doen. Ik hoop dat ik je een beetje heb geholpen door deze stappen te bespreken. Als het je nou te snel ging, want ik praat soms best wel snel, dat kan ik me best voorstellen. In het i'tje staat een linkje en daar staan alle stappen nog even apart doorgeschreven. En ik hoop dat je daar misschien anders ook wat aan hebt. En het wordt super donker buiten en het begint keihard te regenen, dus het is tijd om de video af te sluiten. Tot de volgende keer en succes met het voorbereiden voor je nieuwe studie. Doei!